mensen, mijn naam is Girantos en welkom bij deze Money Hack video voor Euro Truck Simulator 2. Zoals je kan zien jongens, we hebben 1760 euro en ik ga jullie nu laten zien hoe je een cheat engine van die 1760 euro miljoenen kunt maken. Let's go! Nou jongens, zoals je kunt zien, dit is Cheat Engine. Mocht je deze nog niet hebben, dan zal ik een link onder in de beschrijving zetten, zodat je deze ook kunt downloaden. En als je dan deze geïnstalleerd hebt, dan ziet het er als volgt uit. Nou ga je linksboven op deze computer staan, dan ga je erop klikken en dan ga je Euro Truck Simulator 2 zoeken. Nou, bij mij staat die hier. Dan klik je op openen en dan vul je hier bij value het aantal euro's in dat je nu hebt. Dus wij hebben momenteel 1760 euro. Dat betekent dat jij waarschijnlijk iets anders kan gaan staan, dus dan moet jij jouw nummer moet je daar invoeren. En dan klik je op first scan. Hou er ook rekening mee dat je geen punt intypt hier, want dan gaat het niet lukken. Kortom, 1760 euro is wat wij hebben. En dan klikken we op first scan. Nou zie je dat er meerdere dingen zijn die dit getal hebben. Dus hoe gaan we dit ding nou verkleinen? Dat laat ik jullie niet zien. Dus we gaan weer terug naar Euro Truck Simulator 2. Let's go. Oké jongens, we zijn nu weer terug in Euro Truck Simulator 2. En wij gaan van die 1760 euro een kleiner bedrag maken. En dan gaan we simpelweg doen door even een kleine aanrijding te veroorzaken. We pakken gewoon hier die geparkeerde auto's hier. Dan gaan we zachtjes tegenaan rijden. En dan hebben we een aanrijding veroorzaakt. Nou is er 80 euro van ons bedrag af. Dus dan gaan we weer terug in Cheat Engine. En dan gaan we door naar stap 3. Oké jongens, welkom terug bij de Cheat Engine. Nu gaan we ons nieuwe bedrag gaan we hier invoeren. Dus van die 1760 gaan we nou invoeren 1680. En vervolgens klik je op Next Scan. Oké, en nu zie je dus dat hij nog maar 2 dingen heeft gevonden. Dat betekent dat het gelukt is jongens. Dus we gaan ze allebei selecteren. En we gaan op het rechterschuine pijltje hier klikken. Vervolgens zie je dat die 2 naar onderen worden gezet. Je gaat ze allebei selecteren. En doe je rechtermuisknop. En dan doe je change record. En dan change the value. En vervolgens typ jij dan in 999999. Oké. Okay. En je ziet dat het nou is aangepast. En wat je nou doet, is je gaat terug naar Euro Truck Simulator 2. En we gaan kijken of het gelukt is. Oké jongens, welkom terug in Euro Truck Simulator 2. Zoals je kan zien, er staan nog steeds 1680 euro. Maar als ik nou op escape druk, zie je dat we heel veel centjes hebben. En dat betekent dat de geldcheat gelukt is. En dat je nou officieel een rijke tata bent. Wat je even moet doen jongens, is sla even je save-spel op. Opslaan. En is klaar jongens. Jullie zijn nou rijke tata's. Heel veel plezier met je geld. Spendeer het zoals jij het wil. En dan zie ik jullie in de volgende video jongens. Houdoe en bedankt. Later.